In deze video nemen we alle stappen door voor het maken van een rapportage-informatieplicht-energiebesparing in e-loket. Dat begint met een goede voorbereiding via www.rvo.nl/informatieplicht. Bekijk de animatie Informatieplicht-energiebesparing en gebruik het stappenplan. U klikt op Direct rapporteren aan rvo.nl en vervolgens kiest u Aanmaken Bewerken. U komt dan bij Inloggen terecht. U kiest uw e-herkenningsleverancier en komt dan in het inlogscherm. Dit kan per leverancier iets verschillen. U kijkt of e-loket aangevinkt staat. Zo niet, dan vinkt u het alsnog aan. De applicatie werkt het beste als alle diensten aangevinkt zijn. Vervolgens komt u op de homepagina. Als u voor de eerste keer inlogt, krijgt u hier een pop-up-scherm waarin u uw profielgegevens instelt. Hier kiest u Nieuwe aanvraag. En vervolgens het formulier Informatieplicht Energiebesparing. Dit is het formulier. Voordat we er stap voor stap doorheen lopen, de vier bovenste tabbladen zijn de hoofdstukken. U behandelt ze van links naar rechts. Elk hoofdstuk kent een aantal stappen die u naar het volgende hoofdstuk leiden. Het gemakkelijkste doorloopt u alle stappen door, als u klaar bent, telkens op de volgende knop onderaan te klikken. Daar gaan we. U gaat naar heb ik een informatieplicht en beantwoord daar alle vragen. Onder de vraagtekenknoppen vindt u meer informatie en uitleg per vraag. Als blijkt dat u geen informatieplicht heeft, krijgt u dat hier te zien. Moet u wel rapporteren, dan gaat u naar rapportage aanmaken. Nu bent u in het hoofdstuk formulier. Via de knop gegevens indiener komt u in een formulier dat grotendeels alles ingevuld op basis van het KVK-nummer. U kunt hier de gegevens van de contactpersoon invullen. Alle gegevens worden automatisch opgeslagen. Als u tussentijds stopt, kunt u later verder door naar Mijn overzicht te gaan. Zo vult u de gegevens van de verschillende inrichtingen in. Als een inrichting geen postcode heeft, kunt u deze ook duiden aan de hand van kadastrale gegevens. De erkende maatregelenlijsten zijn het uitgangspunt voor het rapporteren in e-loket. U kiest hier de voor u meest passende lijst. Als u niet onder een van de bedrijfstakken valt, kiest u de lijst Bedrijfstak zonder EML. Nu kunt u, via de erkende maatregelenlijst, uw uitgevoerde maatregelen aanklikken en toelichten. Hier kunt u selecteren welke activiteiten wel en niet op de inrichting worden uitgevoerd. Activiteiten die niet worden uitgevoerd staan automatisch op Niet van toepassing in de erkende maatregelenlijst. Vervolgens loopt u de maatregelen door die u heeft genomen. Let op: bij het invullen zijn er verschillende opties voor wel en niet. En bij de techniek kunt u mogelijk kiezen uit meerdere varianten. Toelichten is vrijwillig. Echter, als u een alternatieve maatregel inzet, is het geven van een omschrijving verplicht. Als u klaar bent, klikt u naar het volgende hoofdstuk: Controleren. Als de rapportage foutief of onvolledig is, krijgt u hier een melding van. Een gedeeltelijk ingevulde rapportage wordt automatisch opgeslagen en is later als conceptrapport terug te vinden onder Mijn Overzicht. U kunt alles nog eenmaal zelf controleren via het hoofdstuk Controleren. Ga vervolgens naar hoofdstuk Verzenden. U leest en vinkt de verklaring aan en klikt op de knop Ondertekenen en Verzenden. U krijgt direct een bevestiging in beeld. Vervolgens kunt u via Mijn Overzicht de rapportage inzien. Hier kunt u per inrichting de PDF's vinden, downloaden en uitprinten. Ga aan de slag en maak werk van energiebesparen. Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen uiterlijk 1 juli 2019 in E-Loket.